Onze vorige stap van onze reis hebben we geleerd over de eindbestemming van onze reis. Filobertier, weet jij de tweede stap van onze reis? Nou, de volgende stap zijn uitdagingen die op ons pad zullen komen. Dit heeft Jezus zelf meegemaakt toen hij 3 keer in de woestijn werd verzocht door de duivel. Hiermee wil de kerk ons leren dat we moeilijkheden zullen krijgen als we dicht bij God willen zijn. En hoe we deze uitdagingen moeten bestrijden. Hoe werd Jezus dan verzocht? De eerste keer dat Jezus werd verzocht was toen hij aan het vasten was. En de duivel tegen hem zei dat hij moest eten. En hoe ging Jezus hiermee om? Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van het brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat staat in Matthäus 4, vers 4. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat wij niet alleen moeten eten en plezier moeten hebben, maar dat om gelukkig te zijn, wij met God moeten praten en moeten bidden. Wat is de tweede uitdaging van onze reis? De tweede uitdaging van onze reis is toen de duivel met Jezus naar een heel hoog plek ging en zei, spring van dit punt en laat uw engelen u dragen. Maar Jezus zei tegen de duivel dat hij God nooit mag testen. Hiervan kunnen we dus leren dat het belangrijk is dat we God niet moeten testen door wonderen te vragen. Maar dat we God moeten vragen voor zijn wil. En in de laatste uitdaging van deze reis liet de duivel hem alle koninkrijken zien van de wereld. Oh leuk, wat heeft Jezus toegezegd? Toen zei Jezus tegen hem, ga weg achter mij Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Wat kunnen we dan hiervan leren? Dat de duivel ons probeert af te leiden van het leven met God, door ons wereldse dingen te laten zien, in plaats van hemelse dingen, waardoor we niet met God bezig zijn. Wat zijn dan deze afleidingen? Telefoon, PlayStation en te veel met vrienden zijn. Al deze dingen om niet met God te kunnen zijn. Is het dan verkeerd om met je vrienden af te spreken of met je telefoon of PlayStation te spelen? Het is niet verkeerd om af en toe hiermee je tijd te besteden. Alleen mag niet ten koste gaan van je tijd met God. Dat de duivel ons zal afrijden met problemen, maar dat we altijd naar God moeten luisteren en op hem moeten vertrouwen. Alle wereldse koninkrijken zijn niets vergeleken met God. Ik ben nu al benieuwd naar het evangelie van volgende week. Zijn jullie dan er ook weer bij?